Hallo allemaal, ik ga jullie vandaag een aantal tips geven die je kan gebruiken voor een super snelle smoky eye te maken. Tip nummer 1. Gebruik altijd een oogschaduwbasis om ervoor te zorgen dat je oogschaduw mooi blijft zitten, niet in de lijntjes kruipt en gewoon helemaal perfect blendt met de andere kleurtjes. Tweede tip. Gebruik altijd een nude, natuurlijk kleurtje of een transparante poeder over je oogschaduwbasis, zodanig dat wanneer je kleur gaat aanbrengen, dat die mooi gaat blenden en dat die niet direct aan de oogschaduwbasis blijft hangen. De derde tip. Gebruik een creamy zwart oogpotloodje dat je in de volledige binnenkant van je oog aanbrengt en ook boven de wimpers op het bovenste ooglid. Tip nummer 4. Gebruik altijd een iets lichtere kleur van oogschaduw dan je denkt nodig te hebben. Door de zwarte liner ga je een donkerdere kleur bekomen dan je gaat denken. Dus gebruik zelden of nooit een zwarte kleur. Tip nummer 5. Gebruik altijd een licht beige of licht bruine kleur die je in de arcadeboog aanzet om de oogschaduw van het bewegend ooglid naar de wenkbrauw toe mooi te kunnen vervagen. Zesde tip. Wees geduldig en blend, blend, blend. Wanneer je denkt klaar te zijn met blenden, blend nog even een minuutje langer. Zodanig dat je zeker een mooie smoky look krijgt. Tip nummer 7. Gebruik altijd na een smoky eye een concealer om eventueel nog fallout die nog overgebleven is op te kuisen en ook om een frissere ooglook te bekomen. Om een extra dramatisch effect te krijgen, kan je echt wel een dikke laag mascara aanbrengen. Meer dan je normaal zou doen met je gewone make-up look. Dit zorgt voor een dramatischer effect. Zo, ik hoop dat dit jullie wat gemakkelijker maakt om een smoky eye mee te maken. Laat me jouw tips voor een smoky eye zeker hieronder weten. En kijk zeker volgende keer naar mijn video op zondag en op woensdag.